Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik ga vandaag weer een experimentje beginnen. En deze keer ga ik Tinti schuimbad in mineraalwater oplossen. Dat heb ik al een keertje gedaan met Glibby Knisty. En deze keer ga ik dat doen met de Tinti schuimbad. Daarvoor ga ik als eerste de rode schuimbad erin doen in mijn schaal. En daarna komt het mineraalwater erbij. Ik neem gewoon de hele verpakking ervan. En je kunt dit namelijk erg slecht dichtmaken als het eenmaal open is. En we hebben er best veel van. Dus ja. Cookie Monster zal vast een beetje boos zijn als hij merkt dat ik dit gebruik van hem, van zijn badcollectie. Maar dat is dan jammer. Dan doe ik er wat mineraalwater bij. En het begint al te schuimen en te bruisen. En dit is toch wel een echt schuimbad, zou ik zeggen. Ik ga eventjes het badschuim compleet oplossen. En dan heb je nog veel meer belletjes erin, zoals je kunt zien. Allemaal luchtbelletjes. Het is natuurlijk een beetje ongewoon om in mineraalwater een bad te nemen. Maar ik wilde toch eens eventjes laten zien hoe Tinti zich dan gedraagt in mineraalwater. Als jullie nog meer van dit soort experimenten willen zien, laat dan maar weten in de reacties wat ik nog moet mixen met elkaar. Hopelijk vonden jullie mijn video leuk. Geef me een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. En vergeet natuurlijk niet je op het kanaal te abonneren. Dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!